Hier in de Burgerhal van het Stadhuis is het allemaal begonnen. Na de kampioenenhuldiging van 1991 kwam Herman Westendorp naar me toe en zei: Harry, dit zouden we anders moeten doen. Tilburg is toe aan echte sportprijzen. Sportman, sportvrouw, sportploeg. En die dan wel uitreiken in een feestelijk programma. Ik was gelijk enthousiast. En de blauwdruk voor het eerste Tilburg Sportgala was snel gemaakt. Dat was het begin van de jarenlange samenwerking. Overigens ook met de lokale en regionale sportpers. Eerst met Stadsnieuws en al meer dan 20 jaar met het Brabants Dagblad. Ja, dat klopt dat ik Harry aansprak. Ik zei: Harry, dan moeten we het toch anders gaan doen. Dit is niet gezellig. De sporters komen niet op een platform. En we hadden toch grote sporters, wereldkampioenen zelfs. Kom dat toch in een sportaccommodatie doen, waar we prachtig met artiesten een feest gaan organiseren voor Sport in Tilburg. Zo zijn we hier gekomen in 1992 bij het eerste sportgala, 25 jaar geleden nu. We waren net in de sporthal waar het feest was. We staan nu in de tennishal, waar we tegelijkertijd aan het gala een grote sportbeurs hielden voor alle verenigingen in Tilburg. Ruim 150 deelnemers, het tweede feest. Later werd de overstap gemaakt naar Schouwburg Tilburg, waarmee de verbinding met cultuur en het onderwijs werd ingezet. In 2006 wordt de Mariska Lips Award van de topsportopleiding Tilburg toegevoegd. Al deze prijzen zijn samengebracht in het Tilburg Sportgala, dat daarmee het podium is dat de breedte sport voor het voetlicht brengt. Nieuwe partners van het Tilburg Sportgala bemoeien we ons met de toekomst van het Tilburg Sportgala. En dat gaat verder dan het organiseren van een feestje. De ambitie is om het event naar een hoger en breder level te tillen door meer waarde te creëren voor sporters en iedereen die met de sport verbonden is. Sportminnend en Sport in Tilburg bij elkaar brengen. Het is een jaarlijks terugkerend evenement. Iets waar je ook ieder jaar opnieuw bij wilt zijn. Een nieuw platform waar je nieuwe contacten kunt leggen, maar waar je jezelf, je sport of je bedrijf kunt presenteren. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Een nieuwe uitstraling, meer reuring op social media, continu zichtbaar zijn en het event levendig houden. Dat is ons vertrekpunt. Partners zijn gezocht en gevonden bij het Tilburgs onderwijs. Er is aandacht voor talentontwikkeling, scholing van sporters. Kortom, het Tilburgs Sportgala heeft toekomst.